heb geen bucketlist. Nee, ik heb gewoon zoiets van, ik geniet van iedere dag. En als ik 's avonds naar bed toe ga en ik kan zeggen dat ik 3 positieve dingen op die dag heb, dan geniet ik met volle teugen. Ik weet nog goed, 3 maart 2020 ben ik naar de huisarts gegaan. Om 11:45 had ik een afspraak. En 's middags om 2:30 wist ik al in het ziekenhuis dat ik borstkanker had. In eerste instantie werd er meteen gezegd van, oh, je gaat genezen. Er zijn geen uitzaaiingen, wat we nu zien. Maar je gaat nog allerlei onderzoeken krijgen. Nou, maar ja, je hele wereld staat op zijn kop. Toen werden er onderzoeken gedaan en bleek ik toch uitzaaiingen te hebben. Dus dat ging heel snel. En toen zijn we bij de radiotherapeut gekomen. En ja, toen kreeg ik ineens te horen, nadat ik gestart was met mijn chemo, ik weet niet of je over 5 of 10 jaar met deze vorm van kanker nog wel op deze aardbol staat. Ook al krijg je een diagnose die ervoor zorgt dat je in een palliatief traject komt, het is niet het eind van de wereld. Absoluut niet. En er zijn dus zoveel mogelijkheden. Ja, en dat zou ik wel uit willen dragen naar iedereen, van iedere patiënt die dit meemaakt, maar ook iedere professional die het gesprek aan moet gaan met de patiënt. Het is niet het eind van de wereld. En er is zoveel mogelijk. En ja, leg vooral niet de focus op al het medische, maar juist op hetgene wat juist vanuit de andere leefdomeinen zo belangrijk is. Het gewoon samen zijn en het gewoon echt iedere dag gewoon kunnen genieten van hetgeen wat je hebt. En denken in mogelijkheden en vooral niet in onmogelijkheden. Dat vind ik echt een verrijking. Dat ik dat nu mag meemaken. En ik heb echt wel rouw gevoeld doordat je nooit meer de Chantal wordt voor de diagnose. Ik heb echt wel vriendinnen moeten worden met de Chantal na de diagnose, want dat is een heel andere persoon. Maar ik ben gewoon dankbaar dat ik er nog ben. En dus kan ik zeggen, ik geniet van het leven. Wandelen dan. Dan gaan we dat doen. Moet de bal mee? Moet jij bal mee?